Ja, hallo. Hey, hoe vond je de première gaan? Ja, ik vond het geweldig. Ja. Het is natuurlijk zo'n zwaar show met zoveel nieuwe illusies. Ja. Het is de grootste reizende magic show. Het is überhaupt, het is de grootste magic show ter wereld op dit moment. Ja. Met zoveel mensen, fantastische circus acts als gasten, fantastische collega's, cast, ensemble, divas of magic. En een fantastisch verhaal zit erin. Een simpel verhaal, want bedoel, het gaat bij mij vooral om de magie en de verbazing van het publiek. Maar dat zag je, de mensen verbazen zich. Dus ja, ik ben erg blij mee. Ja. Het is meer interactief dan die andere shows die je gedaan hebt, volgens mij. Hè? Nou ja, we hadden wel zoiets van, de vorige show was natuurlijk zo'n succes. Daar hebben we zelfs 6 weken mee op West End gestaan, uitverkocht. Ja. En toen was het wel zoiets van, ja, Hans Klok, reinvent yourself, zoals Madonna. Ja. Ja, hoe ga je dat doen? De man heeft lang wapperend haar, altijd mooie vrouw om zich heen. Ja. Dus toen had ik zelf, omdat ik een grote liefde heb voor het horrorgenre, dacht ik, ga ik dat doen en ga ik misschien mezelf meer in een verhaal plaatsen, zonder me op te hangen aan het verhaal. Ja. En dat is heel erg goed gelukt. Ja. Nooit zoveel nieuwe acts, dank je, gedaan. En ja, te gek gewoon. Ja. Ja, en knallen natuurlijk. Ik dacht van, ja, die heeft bijna een zuurstoffles nodig, joh, volgens mij. Nou ja, ik sport natuurlijk bijna elke dag met een personal trainer. Ik zwem heel veel, bijna dagelijks. Ja. Ik denk dat dit ook een nieuwe Olympische sport gaat worden. Ja, maar mensen zijn natuurlijk veel gewend. Het moet allemaal snel gaan. En mensen willen van de ene verbazing vallen in de andere. En nou ja, zo, ja, vandaar. Ja, en ik zie ook prijzen volgens mij in het buitenland als ik deze show bekijk. Het is echt de beste klok die ik gezien heb. Oh, dankjewel. Nou, dank je voor het compliment. Ook van diverse fans de afgelopen dagen horen dat. Ja, het moet ook. Dus dan zou ik mezelf en wij allemaal onszelf overtroffen hebben. Ik hoop het maar, want het was veel werk.